Nou, het is nog steeds hoog water. Dus ik heb een alternatieve route in Zwolle moeten zoeken. Die wil ik je nou even laten zien. Nu gaan we nog steeds langs het kanaal tot aan de Ganzenpan. Dan buig ik rechtsaf de oude route richting Wietum. Hai. Dan komen we zo bij het huisje met de woonkamer in de kelder. Zodat ze op het meer wat erachter ligt inkijken. Het meer heeft natuurlijk ook hoog water. In de verte is de Ganzenpan. Je kan doorrijden tot aan de Ganzenpan en dan rechtsaf. Ik ga wat vroeger, ik ga zo'n kilometer, half kilometer voor de Ganzenpan, ga ik hier rechtsaf. Maakt niet veel uit in meters en uiteindelijk kom je toch op de oude weg naar Wietum terecht. Ja, in de verte zie je al de grote weg richting Zwolle. Ik ga nu rechtsaf de oude weg Wietum op. Hier stond je vroeger altijd in de file met de auto. Nou, dan komen we Wietum binnen en dat is een beetje een lastige oversteek. Nou, ook weer overleefd. We zijn nu vlak voor Zwolle. Tot voor kort ging ik die mooie fiets over. Maar dan kwam ik uit bij het enige stoplicht in de route. Nu gaan we de alternatieven doen. Dus rechtdoor richting Isola Kliniek. En op een gegeven moment afbuigen het fietspad op. En dan gaan we deze mooie, oude, vernieuwde route richting de stad in. Kijk, dit is het nieuwe gedeelte. Nou ja. Het was er al jaren, maar het was heel lang afgesloten. Het is nu weer open en vernieuwd. Uiteindelijk komen we bij de woonboten uit en daar houden we links aan. En zo komen we bij de tunnel van de Marsweg uit, dicht bij Vogelanden. Thank you.
Nou, links afbuigen. Langs de woonwagens. En voilà, Birdlands, de vogellanden.